Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 december 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we Contestia met de gebruikelijke instellingen 128 bandbreedte en 8 tonen. Verder staan de start-stoptonen aan. Vandaag hebben we slechts een beperkt aantal onderwerpen. In elk geval zijn dat de uitzending van PA00 Nieuws, die tijdelijk alleen via internet te beluisteren is. Vanavond is dat voor het eerst. Daarnaast besteden we aandacht aan het gesproken elektron. Allereerst een voorproefje van de PA00 Nieuws-uitzending die vanavond niet via PI3UTR, maar wel degelijk via Shorties FM op internet te beluisteren is. Shorties FM is te vinden op de internet-URL fm.shorties.nl, of eigenlijk web-URL moet ik zeggen. Dus foxtrotmike.sierrahotel-oscar-romeo-tango-india-echo-sierra.nl. Je kunt ook op Google zoeken, volgens mij vind je hem dan ook, Shorties FM. Aansluitend op de morsecursus is daar dus vanavond, die morsecursus is iedere avond om 10 uur, is daar dus vanavond aansluitend daarop om 10:30 de uitzending van PA00 Nieuws te beluisteren. Ik zal daarnaast proberen om de uitzending om die tijd ook op YouTube gepubliceerd te hebben, maar dat kost wel wat tijd, dus ik weet niet helemaal zeker of dat gaat lukken. In ieder geval snel daarna. De uitzending op internet zal hoogstwaarschijnlijk een half uur langer zijn dan de versie van PI3UTR normaal. De extra tijd zal gevuld worden met onder andere een item over de grote uitvinders van voor 1920. Vanavond is dat onder andere Marconi. Hierna een fragment uit de uitzending van vanavond. Guglielmo Marconi. On January 23rd, 1909, the world suddenly discovered that a wonderful new and practical invention had come into use. At daybreak of that day, the passenger steamer Republic collided with the Florida off the coast of Nantucket Island. The Republic sent out this message: "We were struck by an unknown boat, engine room filled, passengers all safe, can stay afloat." Instantly, the message was caught by the Baltic, the Lorraine, and by two United States revenue cutters, and all sent their promise to help. The Baltic arrived beside the Republic first and saved the lives of 1,600 passengers. But how could a vessel far out in the ocean send a message? By wireless telegraphy, perfected by Guglielmo Marconi. Only 8 years before this collision between the Republic and the Florida, Marconi and an assistant sat at a table in a bare room in the old barracks at Signal Hill, Newfoundland. By the side of Marconi hung a telephone receiver connected with a wire which ran out of the window to a kite floating 400 feet overhead. 2,000 miles away, on the coast of Cornwall, England, there sat another man at the foot of a mast 210 feet high, with a wire hanging down from it connected with an electric battery and a telegraph key. Marconi cabled to Cornwall that all was ready, then he listened with the telephone receiver to his ear for more than a half hour before he heard the first click. There were three of these, meaning S, the signal he had agreed upon with the man at Cornwall. More signals came, and he listened again and again to make sure. This was the first wireless message over the ocean, and Marconi knew that his invention, upon which he had worked for years, could be made a success. Marconi is an Italian. He received a splendid scientific training in the schools of Florence and Bologna, and showed an interest in electricity from the time he was 12 years old. One day, when he was about 21, while sending electric waves through the air and getting signals a mile away, he accidentally noticed that an instrument on the opposite side of a hill from the sending instrument was affected. The only way this instrument could be affected was by the electric waves passing through the hill. Gesproken elektron gestopt. Zoals de vaste groep luisteraars van Gesproken Elektron intussen gemerkt heeft, is er de laatste maanden helaas geen Gesproken Elektron meer uitgekomen. De reden hiervan is dat er te weinig insprekers zijn. Een oproep voor nieuwe insprekers in het mijnummer 2015 van Elektron heeft helaas geen nieuwe insprekers opgeleverd. Het Veron hoofdbestuur bekijkt nu of de doelgroep van Gesproken Elektron wellicht op een andere wijze bediend kan worden. Elektron nummer 12 van 2015. In dit nummer technische notities van PA3FWM. Deze keer wordt het Verriet resonantie mysterie opgelost en geeft Pieter Tjerk de Boer de AVR-tester om vermoeden nieuwe toepassingen.
Hij bespreekt de twee elementen middengolfbaan van Lopik en de middengolf in het algemeen, en laat ons tot slot kennis maken met nog een andere speciale regelbare zelfinductie, de vlakke spiraalspoel. Ombouw van een Kenwood TS-700 naar 4 meter. Sinds 2012 mogen amateurs met een F-registratie gebruik maken van de 4 meter band. Omdat er voor deze band weinig kant-en-klare transceivers te koop zijn, is men aangewezen op zelfbouw of ombouw van een bestaande transceiver. In dit artikel beschrijft Ton Reijnen PA1PXL hoe hij een Kenwood TS-700 heeft omgebouwd voor gebruik op 4 meter. Beeldbuishalsteun in 3D geprint. 3D printen biedt nieuwe mogelijkheden voor zelfbouwprojecten. In dit artikel laat Klaas Robbers PA0KLS zien hoe je iets eenvoudigs kan ontwerpen en laten printen. Als voorbeeld laat hij zien hoe je een ondersteuning voor de beeldbuishals van een SSDV-monitor zo ontwerpt dat hij geprint kan worden door een 3D-printer. 23 cm FM repeater prater. Zelfbouw van een toegankelijke FM transceiver voor 23 cm. Bas de Jong PE1JPD heeft er een kit voor gemaakt. En verder nog in Electron nummer 12 van 2015. NL Post. Nieuwe NL'ers wereldwijd. Kits deze zondag 3 januari 2016. Gesproken Electron gestopt. PD15XMAS. Is uw roepnaam gewijzigd? Vossenjager. Radio Amateur Noodnet. PHF en hoger. Struikelblokken bij de zendexamens. De Veron. Veron Service Bureau. PI4AA. Komt u ook? HF rubriek. Nieuwe leden. Landelijke Radio Vlooienmarkt in memoriam, PA70VEROEN. Ja, nog een nieuwsfeitje over Agentschap Telecom. Het frequentiegebruiksregister op de site van AT is tussen 31 december en waarschijnlijk 5 of 6 januari niet bereikbaar, zo meldt de site. Er zal op de website bekendgemaakt worden zodra de database weer beschikbaar is. De linkjes voor het internetradiostation Shorties FM, voor zowel PC als smartphone, voor de uitzending van PA00 Nieuws vanavond om 10:30, zijn te vinden helemaal bovenaan op www.pa0ete.nl, www.papaalfa0echotangoecho.nl.